Goedendag, voor de tweede keer deze winter en deze maand tankert zich in de weerkaarten een virtuele of digitale vorstperiode af. De vorige keer liep het op niks uit. Dat was begin januari. Het heeft toen een beetje gevroren, maar tot schaatsijs kwam het nergens. Ja, op een enkele plek heeft iemand het even uitgeprobeerd op een ondergelopen weiland. Maar eigenlijk viel het toen allemaal zwaar tegen. Kansen waren toen ook niet zo heel erg groot, maar nu zijn er dus weer berekeningen die suggereren dat het op termijn wat kouder wordt en dat het heel misschien wel ergens tot een beetje schaatsijs komt. Ik zeg het maar heel voorzichtig. In ieder geval tot en met het weekeinde is er niks aan de hand. Het is de temperatuurplaat, 50 berekeningen. Hoe dichter de lijntjes op elkaar, hoe zekerder de verwachting. Dit is de min 5 en dit is de 0 graden lijn. En tot en met zondag zie je vrijwel geen enkele berekening die onder de 0 komt. Dus tot en met zondag hoeven we wat betreft de winter helemaal niets te verwachten. Maar dan zien we toch wel een wijziging van het luchtdrukpatroon op de weerkaarten. Dit is de berekening van het RCMWF voor aanstaande zondag. Een lage drukgebied boven Denemarken en daarachterom aanvoer van koudere lucht uit het winterse Scandinavië. En belangrijk, een uitlopen van een sterk hoge drukgebied op de oceaan in noordelijke richting. Als zo'n uitloper zich nou verder weet uit te bouwen, bijvoorbeeld naar Noord-Scandinavië, ja, dan gaat de deur op slot voor zachte lucht uit het westen en daar kan de winter echt binnenkomen. Dit is de weerkaart voor aanstaande maandag volgens het SMWF, de berekening van vanmorgen. Het hoge drukgebied blijft op de oceaan. Er is wel sprake van een uitloper richting Scandinavië, maar heel erg sterk is het allemaal niet. Het is wel zo dat eventjes de koude lucht vanuit het noorden binnenkomt, maar hier komt de zachte lucht vanuit het westen duidelijk al dichterbij. En bladeren we dan één dag verder naar de weerkaart van dinsdag, dan is dit het verhaal. Hoge druk op de oceaan. De hoge druk rug kantelt en daarachter komt direct de weg vrij voor wind uit het westen en zullen de temperaturen in dat scenario dus alweer beginnen te stijgen. Vergelijk je dat met de weerkaart van het Amerikaanse model voor aanstaande dinsdag? Op zich wel enige gelijkenis. Een koude noord- tot noordoostelijke stroming over Europa. Een zeer sterk hoge drukgebied op de oceaan, 1050 hectopascal. En ook een uitloper naar Scandinavië, naar Finland. Even dus het tegenhouden van zachte lucht uit het westen, maar ook deze rug zal waarschijnlijk vrij snel doorkantelen omdat er zoveel druk vanuit het westen opstaat. En ook dan is de kans op vorst die wat langer aanhoudt niet zo heel erg groot. Dus pakken we de pluim erbij, dan zien we inderdaad vanaf maandag, dat zagen we eigenlijk in de meeste berekeningen wel even, dat koudere weer met wat meer lijntjes die onder de nul uitkomen, misschien wel van de 50 berekeningen. Min of meer de helft, misschien zelfs iets meer, die een aantal nachten met lichte en lokaal matige vorst geven. En de trend is eigenlijk langzaam weer opwaarts in de loop van volgende week. En als je dat nou vertaalt naar kansen op schaatsijs, nou, wat mij betreft zou je het kunnen samenvatten als 60% kans dat we de schaatsen gewoon aan de wilgen kunnen laten hangen. 30% kans dat het uiteindelijk op een sintelbaan of een ondiep weiland tot eventjes een beetje ijs komt, schaatsijs, ja, dan hou je nog 10% over. 10% kans dat het misschien ook op een wat normalere plas ondiep water in de loop van volgende week of op termijn tot een beetje schaatsijs komt. Maar de grootste kans is dus dat we de schaatsen ook bij de komende virtuele vorstperiode aan de wilgen kunnen laten hangen. En misschien is het een keer niet virtueel. We houden u de komende dagen op de hoogte. Bedankt voor het kijken.